Tegenwoordig, als je ergens naartoe gaat, dan gebruiken wij onze telefoon. Toch? Als navigatie. Ik weet niet, tegenwoordig heb je zelfs geen TomTom meer, niet meer nodig. Ik vind TomTom niet leuk om te horen. Maar je neemt gewoon je telefoon. Ik weet niet hoe het bij jou gaat, maar je kan het inspreken. Je drukt op een knop en dan spreek je gewoon in waar je naartoe moet. En het regelt het voor je. Fantastisch, toch? Maar wie komt nog uit de tijd dat dat er allemaal nog niet was? En dat je met een kaartenboek op schoot zat in de auto. Twee mensen maar. Een paar mensen. Ja. Ja, oké. Op de tribune nog een paar mensen daar. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik kom ook uit die tijd. Hoe oud is die man? Ja. Nee, ik zei vanmorgen, ik ben net 22 geworden. Maar nee, dat is niet zo. Ik ben iets ouder. Maar ik kom nog wel uit de tijd dat we ook een kaartenboek gebruikten. En wat kwam er nadat je het kaartenboek had? Dan kon je op de computer, kon je bij het ANWB of iets dergelijks, kon je een adres intikken. En dan kreeg je een hele routebeschrijving. Nou, dat kon je natuurlijk niet onthouden, dus dat printte je uit. Nam je mee in de auto. Dan kon je zeggen, naar rechts. En dan 100 meter naar links. En dan je had deze afrit moeten nemen. Weet je, zo ging dat dan. En tegenwoordig hebben we natuurlijk fantastisch mooie telefoons waar het allemaal op kan. Maar je hebt nog een fase daartussen. En dat is dat we die ingebouwde navigatiesystemen hadden. Die niet echt, zo heel geweldig accuraat waren. En zo slim zijn als onze telefoons. En uit die tijd, daar wil ik het over hebben. Want ik ben in een grijs verleden nog eens taxichauffeur geweest. Ik deed zakelijk vervoer. Ik was niet iemand die bij een taxistandplaats stond, maar we deden zakelijk vervoer van een aantal grote bedrijven, ministeries in Nederland. En toen ik was aangenomen bij dat bedrijf om dat te gaan doen, dat zijn dan toch die momenten die een beetje spannend zijn. En dat je nog niet alles onder controle hebt, maar dat je even moet wennen. Het was volgens mij een van mijn eerste ritten, was dat ik een dame moest ophalen ergens uit het oosten van het land en naar Schiphol mocht brengen. Dus ik had die dame opgehaald. En ik had in mijn navigatiesysteem moest ik intypen Schiphol. Nou, vaak heb je dat het systeem slim genoeg is. Dus dan doe je de S, dan de C, dan de H. Dan heb je natuurlijk Scheveningen als eerst. Maar nee, dan de I. En dan zie je al, Schiphol komt daar te staan. Nou, dat is gelukt. Daarom is het al achterin. Maar er zijn meerdere keuzes. En hoeveel van ons weten dat Schiphol zo groot is dat je allerlei opties hebt? En in die tijd was ik nog niet zo ervaren. Dus ik zocht, welke moet ik nou eigenlijk hebben? Schiphol, noord, oost, west. De vertrekpassage, aankomsthal. Misschien had ik dat moeten doen. Maar zover was ik nog niet. Dus ik dacht, weet je wat? Schiphol Centrum, dat is hem. Nou, je snapt hem waarschijnlijk al. Dat ging niet helemaal als verwacht. Dus ik reed met de auto vanuit het oosten van het land richting Schiphol. En eigenlijk moet je op een gegeven moment op de A4 uitkomen. En dan kan je perfect iemand afzetten. Maar nee, wat gebeurde er? Ik moest een afrit nemen richting de A9. Daar ging het al mis. En op een gegeven moment stond er ook op het bord Schiphol Centrum. Tenminste, volgens mij stond het op het bord, maar op mijn navigatie. Dus ik wilde de afrit nemen. En die dame achterin, het was inmiddels donker geworden buiten, die had zoiets van, gaan we wel goed? Het was al donker. Dit is niet de vertrekpassage. En u gaat hier nu af. Nee, mevrouw, maakt u zich geen zorgen. Zei ik tegen haar, naar mijn navigatie weet perfect waar we naartoe gaan. Dat komt helemaal goed. Dit is een binnendoorweg. Nou, je raadt natuurlijk al. Ik raakte, niet verdwaald, want de navigatie leidde mij gewoon naar Schiphol Centrum. En in the middle of nowhere, echt tussen een landingsbaan en de snelweg in, zegt mijn navigatie, u heeft uw bestemming bereikt. Oh, heer, help. En nu zit ik daar dan als een stoere chauffeur, weet je, dame achterin. Vreest inmiddels dat ik misschien wel een iemand anders ben. Misschien wel haar wil kidnappen of zo, want het was donker buiten. Maar nee, gelukkig, ik had opnieuw navigatie gebruikt. Even naar de vertrekhal en uiteindelijk is het natuurlijk helemaal goed gekomen. Maar dit voorbeeld wil ik gebruiken, omdat misschien heb je ook wel eens in je leven met God dat je een reis aan het maken bent. En dat je op een gegeven moment op een punt terechtkomt dat je jezelf afvraagt, Heer, help, hoe ben ik hier terechtgekomen? En welke kant moet ik nu op? Ik bedoel, ik had toen ik daar was geen idee meer. Moet ik rechtdoor terug? Want normaal zie je nog wel eens in de verte, weet je, van als ik dan toch doorrijd, dan kom ik er wel. Nou, ik had op dat moment geen idee. Maar zo kan het ook in ons geestelijk leven zijn. Dat we onze uitdaging hebben en dat we ergens op een punt terechtkomen dat we niet meer weten wat God van ons vraagt, is God nog wel bij ons? Heb ik wel goed geluisterd? Heb ik wel de juiste aanwijzingen gevonden? Vindt God me nog wel aardig?
ben ik niet totaal verloren. Weet je, en als we dit voorbeeld nemen en eens terug gaan kijken naar de Bijbel, naar de reis die Israël mocht maken toen ze bevrijd werden vanuit Egypte, dan zien we daar een aantal hele mooie punten en principes die we kunnen toepassen op de reis waar we nu zitten. Hey, misschien even, wie van jullie leeft volledig in zijn beloofde land? Mag ik een hand zien? Iemand? Nee. Of jullie denken, het is een trick question. Laat ik maar niks zeggen. Want anders gaat hij me dadelijk naar voren halen. En dan, weet je. Nee. Maar dat verwachtte ik ook al. Weet je, God heeft een belofte op je leven. God heeft iets tegen je gezegd. Hij heeft een mooie toekomst voor je. Maar waarschijnlijk ervaren we allemaal dat we er nog niet helemaal zijn. Eens? Nou, maar als ik nu aan je zou vragen, wie van jullie leeft nog in Egypte? En met Egypte bedoelen we het leven dat je zonder God hebt geleefd. Dan zullen waarschijnlijk niemand, misschien 1, 2, weet je, omdat ze Jezus nog niet echt kennen. Maar waarschijnlijk zal ook niemand zijn hand opsteken. Dus dat betekent dat wij daartussenin leven. Wij leven in ons leven meestal in de periode van het moment dat we gered zijn door God. Dat we een reis zijn gaan maken. En we zijn nog niet helemaal in ons beloofde land. Ik geloof wel dat je op een gegeven moment een gevoel kan hebben. Stel je voor, weet je, God, Jezus heeft je gered. En hij heeft iets bijzonders gedaan. Hij heeft je vrijgemaakt van iets. Misschien vrijgezet van verslaving. Misschien vrijgezet van schulden of wat ook. En dan is er dat gevoel van, wauw, God, dank u voor wat u gedaan heeft. Niemand kan me dit meer afnemen. En weet je, dat is wat Israël ook had toen ze bevrijd werden in Egypte. God had ze uit Egypte gehaald. Hij had ze weggehaald bij de onderdrukker vandaan. De vrijheid in naar de woestijn toe, richting het beloofde land wat God voor ze had. En dat gevoel wat ze met zich meedroegen, dat kan ook dat gevoel zijn wat je misschien hebt op het moment als Jezus je gered heeft. Maar dat betekent niet dat je al bent in het beloofde land. Je bent onderweg. En wat we zien bij Israël is dat ze op een gegeven moment hun uitdagingen tegenkwamen. Dat er momenten waren waarin ze niet helemaal meer dat gevoel hadden zoals dat in het begin hadden. Dat ze gingen klagen. En dat er wat uitdagingen kwamen voor de leiders daar. En over dat stuk wil ik met je lezen. Een klein stuk in de Bijbel. Of eigenlijk is het een groot stuk. Wie van jullie heeft een Bijbel bij zich? Ja, allemaal. 1 maar. Goed zo. Jij krijgt een plusje erbij in de hemel. Ik zal het, nee. We hebben allemaal digitale Bijbels toch, want anders staat die op het scherm. Ik wil een stuk met je lezen over de wolk. Over de aanwezigheid van God die je leidt door je leven heen. En over het algemeen is hier ook een wolk aanwezig. Nou, hij is nu iets minder, maar zo moet je het ongeveer voor je zien. Je begint in nummer 9, vers 15. Op de dag dat de tent van ontmoeting werd opgezet. Tent van ontmoeting is de tabernakel. Dat is het huis van God en dat was toen een mobiele tent. Ons team in Rotterdam, wij bouwen elke week de kerk op. En we moeten het weer afbreken. En de week daarna weer opbouwen en afbreken. Dat is niet hier. Jullie zijn gezegend, jullie hebben geluk. Maar als ons team erover gaat, ja Daan, is niet mijn idee. Staat in de Bijbel. Dat was Gods idee. Een kerk te hebben die mobiel is. En die we moeten opbouwen en afbreken. Opbouwen en afbreken. En volgende week weer opbouwen. Nou goed, maakt niet uit. Ik heb mijn team ermee bemoedigd. De wolk bedekte de tent van ontmoeting. Van de avond tot de ochtend leek de wolk op vuur. Zo was het altijd. Overdag bedekte de wolk de tent en 's nachts het vuur. Als de wolk opsteeg van boven de tent, dan reisden de Israëlieten verder. En op de plaats waar de wolk bleef stilstaan, hij verplaatste zich, bleef stilstaan, zetten de Israëlieten hun tentenkamp weer op. En als de Heer op die manier het bevel gaf om te vertrekken, trokken de Israëlieten weer verder. En als de Heer op die manier het bevel gaf om het tentenkamp weer op te zetten, zetten ze het tentenkamp weer op. Zolang de wolk op de tent van ontmoeting was, bleven ze waar ze waren. Als de wolk lange tijd op de tent van ontmoeting bleef, dienden de Israëlieten de Heer bij de tent van ontmoeting, dus bij de tabernakel in Gods huis, en ze reisden niet verder. Maar soms bleef de wolk maar een paar dagen op de tent van ontmoeting. Op het bevel van de Heer zetten ze het tentenkamp op en op het bevel van de Heer trokken ze weer verder. Soms was de wolk er van de avond tot de morgen. En als de wolk dan 's morgens opsteekt, zijn jullie nog bij me? Lang stuk, hè? Dat is een lang stuk. Neem het mee naar huis. Kou erop. Lees het nog een keer. We gaan verder. Als de wolk langere tijd op de tent van ontmoeting bleef, bleef de Israëlieten ook al die tijd waar ze waren en trokken niet verder. Dat kon 2 dagen duren, of een maand, of langer.
Hoe bizar is dat? Dus je wist nooit of je verder moest. Je keek naar buiten. Is de wolk daar nog steeds? Is die al omhoog? Dan moeten we nu opbreken. Moeten we weer verder. Op het bevel van de Heer zetten ze het tentenkamp op. En op het bevel van de Heer trokken ze verder. En ze dienden de Heer bij de tent van ontmoeting. Zoals de Heer het Mozes bevolen had. Deze tekst gaat over dat Gods aanwezigheid op de tent van ontmoeting rustte. Op Gods huis. En weet je, als ik dit lees en we denken en we verplaatsen het naar hoe dat nu gaat, vandaag de dag, dan zien we dat Gods geest niet meer op de tempel, op een fysieke plaats aanwezig was als een wolk. Maar dat Gods geest is verplaatst naar ons allemaal in ons. En als ik daarover nadenk, wat een bizar goede science fiction film script schrijver is God. Ik bedoel, daar word ik enthousiast van. Als je daar bedenkt, weet je, dat God had ook kunnen zeggen, ik heb een fysieke plaats. En dat is de tabernakel, de tempel. Daar woon ik. De mensen moeten daar maar naartoe komen. Sommige mensen doen nog steeds bedevaart richting bepaalde plaatsen. Dat is de plek waar God echt woont. Waar hij echt leeft, waar hij vandaan spreekt. Maar nee, God was zo creatief, zo bizar. Hij zei, nee, ik ga niet mijn tempel, mijn huis nog groter maken in vierkante meters. Weet je wat ik ga doen? Ik ga hem in levende wezens plaatsen. Ik ga mijzelf transferen, hoe noem je dat dan ook? Je snapt wat ik bedoel. Als een soort bzzp, weg daar. En hij plaatst zich in jou en in mij. En op deze manier kan Gods huis, kan Gods aanwezigheid zoveel meer groter worden. En zoveel meer aanwezig zijn op deze wereld. En kunnen we zoveel meer mensen de liefde van Jezus vertellen. En zoveel meer mensen thuis brengen in zijn huis. Ik word daar enthousiast over. Hé, maar voordat we even hier naar kijken. Even terug. Wat kunnen we nou leren uit die tijd? Van de wolk die daar zo op rustte. En ik heb een aantal punten voor je die ik met je wil doornemen. Sommige zijn iets langer, soms iets korter. Maar het eerste punt is, hij leidt jou. De Heilige Geest. God leidt jou. In Psalm 48 staat hij heel, heel duidelijk. Hij is onze leider. En hij is niet degene die jou gered heeft. Hij is niet degene die je zegt van, nou goed, nu ben je gered en zoek het maar uit de rest van je leven. Nee, God wil bij je staan, naast je staan. En als we Psalm 23 erbij pakken, dan lezen we daar dat hij ons langs stille wateren wil meenemen. Dat hij onze ziel wil verkwikken. En dat daarna staat er een stuk, al ga ik door een diep dal van duisternis. In het Engels staat, al ga ik door the shadow of death. Dat het lijkt, dat het te zwaar, dat het te veel is. Dat ik het niet aan kan. Dat het moeilijk is. God is bij me. Je hoeft niet bang te zijn, vertelt deze psalm. En weet je wat het is? In ons leven merken we vaak, we hebben God en die raakt ons aan op een bijzondere manier. Vandaag ook. Het nummer Do It Again is voor mij zo'n fantastisch mooi nummer. Het raakt me altijd weer als we dit zingen, zo diep. En dan is God bij me, heeft hij me aangeraakt. En dan voel ik weer alsof ik in die stille wateren ben. Dat hij mijn ziel weer verkwikt. En dan ga ik naar buiten toe. En dan kan het zijn dat ik uitdagingen in mijn leven heb. En hoe vaak is het niet zo dat we daar stoppen? En dat we dan terug verlangen naar dat moment van stille wateren. Die is belangrijk als fundament. Maar God wil ons meenemen door dat dal van diepe duisternis. Want de Bijbel leert ons dat door het dal heen, daar is een tafel bereid van God. Waarop voorziening staat die wij nodig hebben om een overwinning te hebben in de uitdaging die we hebben in ons leven. En dat betekent dat we die reis moeten gaan. Dat we daar doorheen moeten gaan. Hoe groot de uitdaging ook is. En ik weet zeker dat hier mensen zijn die zeggen, wauw, dit is voor mij. Ik moet niet stoppen bij die dal, dat dal. Ik moet niet stoppen daar, maar ik moet doorgaan. En weet je, de Bijbel belooft ons, God is bij je. God is bij je. Weet je, als we kijken naar punt 2. Soms is het anders dan je denkt. En in Exodus 13 wordt al beschreven dat Gods volk werd geleid door een vuurkolom en een wolkkolom. Dus God ging voor zijn volk uit. Maar wat gebeurde er nou? Israël was bevrijd. Ze gingen richting de Rode Zee. En ze kwamen daar zo. En de zee was voor hun. En toen was er het moment dat de dreiging van achter kwam. De dreiging kwam van achter. De farao had opnieuw besloten. Zei van, dit laat ik me niet gebeuren. Ik ga ze terughalen. Ik wil dat ze opnieuw in slavernij komen. En dat ze mij dienen. En misschien zit jij hier en zeg, ja, hey, dit lijkt misschien wel op mijn leven. Misschien
dat je dit ook zo ervaart. Dat je een moment hebt gehad dat God je bevrijd heeft. Je bent je reis aan het maken. Je staat voor een nieuw moment waar je een nieuwe uitdaging hebt. Weet je, de zee is voor je. En je merkt dat achter jou je verleden probeert je weer in te halen. Probeert je weer terug te halen. En wat we zien in de Bijbel is dat het volk van Israël, ondanks dat ze alle plagen hadden gezien, dat ze hadden gezien dat God voor hen streed, dat God voor hen opkwam, dat er toch twijfel kwam. En dat ze zeiden van, waren we maar in Egypte achtergebleven. Dan had ik in elk geval zekerheid, dan wist ik waar ik aan toe was. En dan zouden we tenminste nog leven, dan zouden we niet overlijden. Oh mensen, we kennen het verhaal, dus dat gebeurde niet. Maar deze uitdaging is er wel, het kan zijn in jouw leven, dat er een moment is dat je een uitdaging hebt voor je en dat je merkt dat je verleden je probeert in te halen. En je probeert terug te halen. En lieve mensen, wat er gebeurde, Israël wachtte aan het water. En ze keken om zich heen. Welke kant moet ik op? Welke kant gaat God me nu naartoe brengen? Is dit het einde? Is dit misschien voorbij? Was dit het? Was ik maar teruggegaan naar... Lieve mensen, ik denk dat daar het moment is aangebroken. Om te leren wat er gebeurt in de Bijbel. Maar we lezen dat waar dingen onmogelijk waren, we hebben het vandaag ook gezongen, waar dingen onmogelijk waren, dat die mogelijk worden. Weet je, als God je ergens brengt, zal hij altijd een uitweg brengen. Hij zal altijd met je meegaan. Alleen, wij kunnen soms nog niet zien wat God voor een plan is. Wij zien het water voor ons, daar kan ik toch niet doorheen. En Israël was daar met 1 miljoen mensen, of misschien meer. Die stonden daar te wachten. Hoe gaat dit? God kan een weg maken. Waar wij misschien niet verwachten dat hij er zou zijn. Hey, als we kijken naar die wolkolom en die vuurkolom. Daar zit een verschil in. En soms kan het zijn dat we God missen. Als God iets wil doen in je leven, dat we missen omdat we niet verwachten dat hij eruit ziet zoals we hem zien. Snap je wat ik bedoel? Wat ik bedoel te zeggen is dit. Als God jou in het diepste, donkerste nacht, als hij bij je is gekomen, je gered heeft. Je heeft aangeraakt en dicht bij hem heeft getrokken. Dat hij als een licht, als een vuur in jouw leven is gekomen. Dan voel je dat en dan zeg je, wauw, dit is God, heeft iets voor mij gedaan. Maar op het moment dat het dag wordt en de vuurkolom is weg en het is een wolk geworden, kan het zijn dat we God niet meer herkennen. En dat we aan het zoeken zijn, Heer, maar waar is dat vuurkolom nou? Waar is dat licht wat ik toen ervoer? Weet je, ik denk dat onze uitdaging soms mag zijn om te gaan herkennen waar God naartoe gaat. Want God was en is dezelfde. Hij was in het vuur en hij was in de wolk. En hij wilde vooruit met zijn volk. Daar mag je van leren. Zijn jullie nog wakker? Zijn jullie nog met mij? Ik weet dat ik soms wat overdonderend kan zijn en woordenvloed over je heen gooit. Maar dat komt ook omdat ik niet zoveel tijd heb. In Rotterdam spreek ik gewoon 60 minuten, mensen. Nee, dat is niet waar. Nee. Weet je, soms denken wij in ons leven dat als Jezus iets doet in ons leven en dat we gaan hem volgen, dat alles opgelost is. Zo van, Heer, dank u, al mijn problemen zijn voorbij, u lost het toch op. Nou mensen, het is niet altijd. Tenminste, ik geloof wel dat God bij je is en hij helpt je, hij staat naast je, hij helpt je ergens doorheen. Maar soms moeten wij wel een paar dingen nog overwinnen. Soms hebben we uitdagingen in ons leven waar we doorheen gaan. En ik wil je een voorbeeld schetsen aan de hand van een glas. En vorige keer toen ik hier was, heb ik ook over een glas gesproken met aarde erin. Hebben we een zaadje ingedaan, dus ik heb iets met glazen. Maar stel je voor dat Jezus in je leven komt. En je hebt een keuze voor hem gemaakt. En de Heilige Geest gaat aan de slag. En dit stel jij voor, of ik. En God gaat met ons aan de slag. Hij vult, met symbolisch water dan. En hij vult jou. En wat zien we hier gebeuren? Ik heb wat aarde hierin gestopt. Of eigenlijk heeft het team dat voor mij gedaan. Dankjewel, guys. Maar ik heb hier wat aarde in gestopt. En misschien kan je het voor je stellen. Stel je voor dat je de afwas gaat doen. En er zit wat viezigheid onderin. Zo is het ook in ons leven. Wij zijn gewoon mensen. Wij zijn een soort vat waar dingen in gebeurd zijn. We hebben soms verkeerde keuzes gemaakt. We zijn pijn gedaan. Er zijn dingen in ons leven die nog niet helemaal in lijn zijn met hoe God het leven voor ons bedoeld heeft. En wat er dan gebeurt, dan komt de Heilige Geest en die vult ons. En er komt steeds meer van de Heilige Geest. Maar wat je ziet, is dat dat vuil, die dingetjes, die niet helemaal van God waren, die komen omhoog, die komen los. En ik weet niet hoe het bij jou thuis is, maar als het dan een beetje aangekoekt is en het lukt niet helemaal om het los te krijgen, wat ga je dan doen? Gooi je dan je glas weg? Nee, toch? Wij hebben een soort
Boenen, inderdaad. Wij hebben een soort zo'n keukenstraal, weet je wel. Dus gaat die aan. Dan wil je nog meer water erin gooien, weet je. Nog hardere straal om te zorgen dat die vuiligheid loskomt. Zo mag je het ook zien voor jouw leven persoonlijk. Dat als er iets omhoog komt, God gaat met je aan het werk. En er komen dingen omhoog. God zegt, ik wil met je aan de slag. Ik wil gewoon kijken naar die scherpe randjes in je leven. Of ik wil pijn uit het verleden voor je oplossen. Ik wil ermee aan de slag gaan. Ik wil je laten zien waar ik was. En hoe ik er voor je ben geweest al die tijd. Maar dan komt het omhoog en dan doet het zeer. En wat we dan doen, is het wegdrukken. Dan probeer je, zeg maar, nee, liever niet, laat maar. En dan lopen we weg. Maar het kan zijn dat we dan missen wat God in ons leven wil doen. En ik wil je bemoedigen om hier een keuze te maken. Te zeggen, ik ga toch door. Ik ga wat God voor me heeft. Ik ga meer Heilige Geest toepassen. Zodat die gaat overstromen. En dat die rotzooi, die rommeldingetjes, dat die eruit komen. En dat ik daarvan vrij ga komen. Ik zou nog zoveel dingen willen zeggen, lieve mensen. Maar ik ga toch... Puntje 3. Als we kijken naar de tabernakel die stond in het midden van het kamp. Dat was de opdracht van God. En onze vraag, en de vraag aan jou en mij is... Is Gods aanwezigheid... Is God in het midden van jouw leven? Is het zo dat als je je tent open doet... Als je naar buiten kijkt, als je je ogen opslaat... Dat God voor je is... Of heb je God achter je of naast je gelaten? Weet je, God is bij je. Hij gaat met je mee. Maar ik denk dat we uit dit stuk mogen leren... dat we God voor ons moeten houden. Dat Hij degene is die ons leidt. En weet je wat zo'n mooie uitdaging is... als we zien dat Farao kwam achter Israël aan. Hè? En dat is het verleden. Maar God gebruikte die moeilijke omstandigheid... de twijfel en de vraag en de angst die ze kregen op dat moment... die gebruikte Hij ten goede om ze de goede kant op te sturen. En zo kan het ook zijn in jouw leven. Weet je, probeer voor jezelf dat te zien als je een uitdaging hebt. Om niet daarvan weg te rennen. Niet te zeggen, oké, dan stap ik terug. Ik ga deze uitdaging niet aan. Maar zie dat God ook daar doorheen jou de goede kant op kan sturen. Maar hou altijd Gods wolk, Gods aanwezigheid en zijn leiding voor ogen. Weet je, als we puntje 4, afhankelijk van hem. Als we kijken naar wat er gebeurde bij Israël met de wolk. Wat was God eigenlijk aan het doen? Want hij had ook kunnen zeggen... Nou, weet je, dit is een mooie plek. Blijf hier maar 40 jaar met z'n allen. En dan zien we over 40 jaar wel weer. Nee, wat God ging doen met deze wolk... Hij ging ze trainen. Hij ging ze leiden. Want wat gebeurde er? De wolk was op de tabernakel. En ze moesten kijken naar de wolk. Want op het moment dat die omhoog ging... moesten ze zich klaarmaken om verder te reizen. Nou, dat gebeurde dus soms in 2 dagen. En dan wachtte de wolk... moesten ze daar een kamp op slaan. Maar soms was het een maand, zoals het in de Bijbel staat... en soms nog wel langer. Wat gebeurde er? Het volk werd geleerd om totaal afhankelijk te zijn... van Gods leiding in hun leven. Hoeveel makkelijker was het geweest om te zeggen... nou, elke vrijdagavond om 7 uur, dan gaat de wolk omhoog... maak je je klaar, dan gaan we een stukje lopen... en dan gaan we ergens anders weer verder, mogen ons kamp opstellen... Maar hoeveel van ons weten dat als we dat doen, dat het kan zijn dat je veel meer afhankelijk wordt van het systeem. Dat je veel meer afhankelijk wordt van een protocol of een procedure. Sterker nog, je kan wat lui worden. Want je loopt een stuk, hè, je moet misschien iets verder. Je loopt er 2 dagen over. En denk je van nou, kamp opzetten. Mij niet gezien. Over 5 dagen moet ik hem weer afbreken. Weet je, dan, dat is niet zoals God het bedoelde. God wilde op deze manier het volk leren om compleet afhankelijk van Hem te zijn. En ik geloof dat dat ook voor ons is. Om te gaan kijken en te ontdekken waar God je wil hebben. En het kan zijn dat je nog niet in je beloofde land bent. Dat je nog niet de overwinning hebt behaald die je zou willen behalen. Omdat God je nog iets wil leren in de tussentijd. En ik geloof dat dit een sleutel kan zijn voor jou. En het laatste punt, punt 5. Heb ik genoemd samen thuis. Weet je, je zag dat Israël was met elkaar, wachten ze om de tabernakel heen. Het kamp was opgeslagen om Gods huis heen, om de wolk van God, om zijn aanwezigheid heen. En als we nu kijken, zoveel jaar later, duizenden jaren later, is het zo dat Gods aanwezigheid niet meer op 1 fysieke plek is. Maar dat die getransferd is naar ons allemaal. Naar allemaal, bij ons naar binnen. Maar weet je, de uitdaging is voor ons misschien wel des te groter. Om afhankelijk te zijn van Hem en te kijken naar wat God aan het doen is. En als we lezen in Efeziërs staat er zo duidelijk. Wat is God aan het doen vandaag de dag?
Hij is een huis aan het bouwen. En hij wil jou en mij gebruiken om daar deel van te zijn. Hij vraagt van ons om een levende bouwsteen te zijn in zijn huis. En om te kijken en om alert te zijn. Om te zien wat God aan het doen is. En hij is een plaats aan het bouwen waar hij zich thuis voelt. En ik geloof dat dat voor ons misschien wel eens een uitdaging is. Omdat tegenwoordig, vandaag nog alles mogelijk is. Ik geloof dat we mogen leren om afhankelijk van hem te worden. En dit samen met elkaar te beleven. Niet te kijken naar de verschillen, maar te kijken naar de overeenkomst. En te zien dat God een huis aan het bouwen is. Weet je, God traint ons. Hij is bij ons. Hij leidt ons. Hij is degene die alles gegeven heeft. Jezus is degene die alles gegeven heeft. En hij zei vlak voordat hij naar de hemel ging. Zei hij, het is beter als ik ga. Het is beter als ik ga. Want Jezus was op één fysieke plaats en de mensen snapten het niet. Maar hij zei, als ik ga, dan kan ik de Heilige Geest sturen. En die is niet op één plaats, maar die kan in ons allemaal zijn. En weet je, er staat in Johannes 16, vers 7. Dat is zo'n mooie tekst. Hij zegt, als ik niet wegga, kan de helper niet naar jullie toe komen. Als ik wel ga, kan ik hem naar je sturen. Een helper, die wordt in de Amplified Bijbel, wordt die nog iets extra uitgelegd. Wat betekent nou helper in de brontekst? En er staat niet alleen dat de Heilige Geest een helper is, maar hij is ook je vriend. Hij is ook je trooster. Hij is ook je advocaat. Hij is je voorbidder. Hij is je bemiddelaar. Hij is je raadgever. Hij is je versterker. Hij is degene die je nieuwe kracht geeft. Als je nieuwe kracht nodig hebt, als je een uitdaging hebt in je leven en je zegt, ik zie het niet meer zitten, Heer, dan heb je de Heilige Geest nodig. Meer van de Heilige Geest in jouw leven. Meer om te zorgen dat je nieuwe energie hebt om er weer voor vol te gaan. En het laatste, hij is je steun. Hij is degene die je kracht geeft, naast je staat, je opnieuw bemoedigt en helpt om deze uitdaging, om toch die horde te nemen. Zullen we gaan staan met elkaar? Dan sluiten we het woord af. En weet je misschien dat je hier bent en dat dit een antwoord is voor jou. Dat je een keuze hebt gemaakt voor Jezus. Dat God met je aan de slag is gegaan. Maar dat je gaandeweg misschien wat motivatie bent kwijtgeraakt. Dat je misschien gaandeweg iets minder veel zin hebt gekregen. Of dat je de uitdaging te groot vindt. Ik geloof dat dit je antwoord kan zijn. Om te gaan kijken, waar wil God mij naartoe leiden? Wat is de weg die God voor me bedoeld heeft? En niet buiten te kijken, maar te kijken wat de Heilige Geest, wat God zelf in jou aan het doen is. Als jij zoekt naar de volgende stap die je moet zetten, kijk naar binnen wat God op dit moment met jou aan het doen is. Ik geloof dat het antwoord zoveel dichterbij zit voor je dan dat je denkt. Ik geloof dat God je vandaag wil bemoedigen. Nieuwe kracht wil geven. Nieuwe energie wil geven. Nieuw vuur wil geven. En nieuwe passie wil geven. Om een volgende stap te zetten in het leven dat hij voor je heeft. Zullen we bidden? Lieve Jezus, dank u voor vandaag. Dank u voor uw woord waar zoveel duidelijkheid en helderheid in staat. En dat u zo duidelijk aangeeft. Dat u ons niet alleen laat. Heer, maar dat u bij ons bent. Dat u onze helper bent. Dat u onze trooster bent. Dat u naast ons staat. Dat u ons nieuwe kracht en energie geeft. En vandaag, Heer, als we hier staan met elkaar, komen we voor uw troon. En wil ik u bidden, Heer, dat als hier mensen zijn die een keuze moeten maken om opnieuw zijn leven in uw handen te leggen. Om u de Heilige Geest te laten leiden. Dan bid ik, Heer, dat u in ons hart het aangeeft. En dat u dat gaat bewerken. En als we zo'n moment van aanbidding hebben, vraag ik Heilige Geest, ga in ons hart aan de slag. En laat ons zien, Heer, welke stap we mogen zetten. En dat u altijd bij ons bent. En dat u ons nooit alleen laat. In de naam van Jezus. En iedereen zegt,